Oh, droge keel! Er is niks beters dan Pokémon melk! En daarom gaan we vandaag gewoon de Clara en Cyrus box openmaken. In deze boxen zitten maar liefst 7 pakjes en een hele hoop goodies. We gaan gewoon kijken in welke box de betere pools zitten. Als je mij vraagt, dan is Cyrus zeker wel mijn favoriet. Zijn jullie voor Team Cyrus? Laat het dan zeker vast weten in de comments. Deze video is mede mogelijk gemaakt door Krijn Creations. Ken je iemand of heb je een video nodig? Ga dan zeker naar deze website toe, want hiermee supporten jullie mij enorm. Sowieso heb ik in het verleden ook al de Juniper box opengemaakt. En kijk gewoon hoe mooi het open gaat. Er zit natuurlijk niet echt melk in. Oh, dat is wat ik had verwacht. Oh, daar is het allemaal. En wauw, het eerste melkpak is gewoon leeg. Dan beginnen we als eerste. Oh, wow, 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 dat is vet. Oh, ik moet gapen van deze kaart. Hebben jullie dat ook, dat als jullie iemand zien gapen of met een open mond zien, dat het aanstekelijk is? Oh, ik namelijk wel. En zit daaronder dan gewoon. Ja, dan zit hij nog een keer. De Bosses Oordels. Dit is een Brainstars kaart. Deze gaan we natuurlijk gewoon in de sleeve doen van Cyrus. Wat vet. Ja, en zelfs die sleeve ziet er gewoon echt fantastisch uit. Dan hebben we gewoon nog dobbelstenen en een muntje. Kijk eens aan. Sowieso zit er ook gewoon een codekaart in. En deze zal ik later aan jullie weggeven. Of je moet het nu al kunnen lezen. Wow, dit is vet. Oké, dus de Juniper box die ging zo open. Alleen deze gaat in plaats van meer verticaal horizontaal open. Dat is vet. Oeh, dit zit er echt wel pakjes in. Oh mijn god, ze hebben nog een divide ook. Dat is super vet. Deze die zitten ook in de Elite Trainer box van Scarlet en Violet's effect mee. We hebben Silver Tempest. Silver Tempest. Silver Tempest. Oké, Azure Radiance. Nice. Brainstars, dat is een hele goede set. En Fusion Strike. Ah, het valt me nu pas op. Maar er zitten alleen maar 6 van die counter-dobbelsteentjes in. Ze hebben niet zo'n grote dobbelsteen erbij gedaan. Woep. Nee, nee, waarom gooi ik die deckbox nou weg? Daar moeten we de pools in bewaren. Ik ben benieuwd, heeft een van jullie deze box al opengemaakt? En hebben jullie daar dan ook gewoon een glaasje melk bij gedronken? Ik moet jullie eerlijk zeggen, ik drink eigenlijk bijna nooit melk meer. Het enige wat ik drink is water. En af en toe ijskoffie als ik weinig heb geslapen. 1, 2, 3, 4. Geef mij eens vuur. Het is lief. Het is lief. Nee. Dan hebben we daar de Noctowl. Die heb ik al lang niet meer gezien. Een ongeïdentificeerd fossiel. Dartrix! Wow, ik dacht even dat die bij de Noctowl hoorde. Ik bedoel, het is een uil. Yippie! Dan hebben we daar de Heracross. Tony Ursa. Het heel schattig beertje met de halve man. Mag ik ook even een half slokje pakken? Recht uit de Pokémon-koe. Sowieso wil ik jullie echt enorm bedanken voor de 7000 abonnees. Zonder jullie had ik het echt nooit gehaald. Ik ben echt zo dankbaar. Ik ben echt zo dankbaar. Ook voor deze pool. Voor de Bobbel. We gaan dit jaar proberen om de 10.000 te halen. Ik hoop dat het lukt. Ik hoop ook dat onze eerste pool binnen is. 3, 2, 1. Ah, en het is Glaceon. Hele mooie kaart, maar deze is natuurlijk niet zo heel veel waard. Deze Glaceon art is echt fantastisch. Als we nu ook gewoon een Pokémon Glaceon kaart maken, die dan ook zo'n ijsje in zijn mond heeft, dat zou een hele leuke zijn voor Pokémon. Ik vind het ook vet dat er een Fusion Strike pakje bij zit. Coole kaart. Maar ik ben wel blij dat het maar één pakje is, omdat dat natuurlijk de set is zonder de trainer galleries. En dan zit hier onder Fire. Ah, dit is Lightning. We hebben daar de Whiskers. We hebben daar Jomba. Hé, hey, hoed, hoed. We hebben je gevonden. Dat is gewoon de voorevolutie van de Jomba. Zullen Pool. Oh, er komt Teddy Ursa als reverse. Magnezone holokaart. Oké, we hebben nu al een even goede opening als de Morpeko opening. Onze eerste pool is binnen, jongens. Het is gewoon een nieuwe holokaart. Sowieso zijn alle pools welkom, want met het opnemen van deze video ben ik nog niet naar mijn eigen rol-event gegaan. En gaan alle dubbele kaarten dus meteen de rulmap in. Nou, ik denk dat hier onder V-Star zit. Oh, wat is dit nou weer? Oh, nee. Oh. Het grote doel op het event is om dan ook om weer een van die gouden kaarten van Crown Zenith te kunnen raiden. Dus als ik dat doe, dan ga ik u daar zeker van op de hoogte houden. We hebben een Bravestorse kaart, dus dan mogen we ook een kleine preview hebben. Oh, het is iets, het is iets. Ogen gaan dicht. 3, 2, 1. Het is een Lugia pakje, jongens, dus wie weet. Wow, yes. Let's go. Oh mijn god, jongens. We gaan de pool natuurlijk gewoon apart houden om te kijken in welke box de beste pool zit. Maar we hebben al een full art. We hebben een full art. Het is al zo lang geleden dat we zo'n vette pool eruit hebben gehaald. We hebben de Magerna V. Full art kaart. Een full art kaart die ik nog niet heb. En jij verdient niet alleen een sleeve, maar ook een toploader. Dan gaan we nu even afkoelen met Fusion Strike. En met een beetje geluk gaan we uit het Genesect pakje ook gewoon die Breakdance de Genesect pakken. Want dat is denk ik uit Fusion Strike wel mijn favoriete kaart. Ik heb hem ook zeker in mijn handen gehad met de trade-up challenge. Alleen ja, die kaart moest getrade-up worden. 1, 2, 3, 4. Fighting hier. Ho, 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 lightning. Shotna. En nu wel scherp. Ik ben echt zo
zo erg hyped, jongens. Ik ben echt zo hyped. Mijn dag kan helemaal niet meer stuk. Jullie gaan het zien, jongens. Er zit gewoon weer een boel onder, denk ik. Het is een zilveren randje. Ja! Oh mijn god, ah, nou, die heb ik ook nog niet. Die heb ik ook nog niet. Het was gewoon voorspeld. Het moest zo zijn, jongens. Hé, hey, ging mijn lot nou uit? Nee. Dan zit er dan wel geen trainer galleries of Fury Strike. Maar als je een pool eruit haalt, voelt het wel extra goed. Dan hebben we gewoon het enigste pakje van Brainstars van onze Arceus. Ook een hele vette kaart die ik heb bemacht op een eigen trill event. Alleen die had ik weer omhoog getrade naar die Majemba Alvar codekaart. 1, 2, 3, 4. Geef maar eens. Faya hier. Barry. Dan hebben we daar trap. Bro, wat is dit? Ik zie goud. Jongens, wat? Yo, deze heb ik al. Perfect voor de rulmap. Perfect voor mijn rul-event. Hoe kan dit nou? Single strike, rematch. Zeg maar, drie keer een pool achter elkaar pakken is leuk, is gaaf. Dat is heel zeldzaam om te gebeuren, denk ik. Maar dan zijn het ook gewoon drie vette kaarten. Brainstars, Fusion Strike, Azure Radiance. Nu hoeven alleen maar een pool te halen uit Silver Tempest. En alle sets zijn wel gewoon een succes. Aan de ene kant zou je zeggen van dit is wel een heel spannende battle. Maar ik denk dat het wel moeilijk is voor Clara om dit te overtreffen, hoor. Goede kaart. Wat doen jullie trouwens als je een dubbele kaart pakt? Ga je dan nog eerst kijken welke van de twee kaarten in de beste staat is? En doe je dan de minst goede staatkaart in je rollmap? Of hoe doen jullie dat? Laat het dan maar weten. Fighting. Ah, dat bedankt. Als het bij mij gewoon gaat om een V of een normale VMAX kaart, dan maakt het mij niks uit welke variant ik heb. Of het nou een slecht randje heeft of niet. Degene die ik dan als nieuwste pack, die gaat gewoon in de map. Sunny Gust. Fungus Among Us. LG. Hoe spreek je deze nou uit? LGM. Talonflame. Let's go. Ik weet niet waar ik hier blij om ben, maar ik vind het een hele leuke kaart. Arcanine. En voor geluk gaan wij deze Arcanine opofferen. Sorry Tim van Cardsword. Ik weet dat dit jouw favoriete Pokémon is. Ik weet nog steeds niet voor wie ik zou kiezen. Regidrago of Regieleki. Ik vind het allebei hele bijzondere, maar ook wel leuke Pokémons. Alleen, ik neig nu wel naar Regieleki, omdat deze dit zo'n botering opengaat. Hey, we hebben daar de Dragapult Holocaard. Wel een pool nog uit Silver Tempest. Arcanine, je hebt ons geluk geschonken. Het melkpak is leeggedronken en nu zit er gewoon een leuke goodie in. Ik weet dat ik heb gezegd dat Cyrus mijn favoriet is. Maar bro, paars-groene dobbelsteentjes. Ja, die zijn wel vet. Die zijn wel vet. Oeh. En de pols uit deze box gaat natuurlijk in onze prachtige Clara sleeves. Wat is jullie favoriet? Clara of Cyrus? Oké, maar dat was nog niet alles. We hebben natuurlijk ook nog een heel mooi muntje van onze Clara. En ik vind ook deze munt vetter. En dat komt gewoon omdat hij een beetje roze-paarsig is. Ik weet alleen niet wat het is, maar zij voert iets in haar schild uit. Dit is een beetje sus, jongens. Ah, daar is hij. Ik was even aan het zoeken naar de codekaart van de Cyrus Box. En het moment waar we allemaal op hebben gebracht. Waarschijnlijk dezelfde pakjes. Let's go! En dan beginnen we met Azure Radiance. Wel gaaf, want eigenlijk zijn het gewoon twee openings in één. We zijn gewoon weer gereset naar het eerste pakje. Dus nieuwe box, nieuwe kansen, jongens. Codekaart. Oh, ik ben iets vergeten, jongens. Na dit pakje gaan we meteen hier naar kijken. 1, 2, 3, 4. Vuur. Wauw, déjà vu. Dit gebeurde bij het eerste pakje ook. Geef mij eens vuur hier. Het is lief. Nee. Team. Dit is Driftblim. Heeft die Mekko? Rocketot. Stentler. Aan het genieten van een beetje gras. Coolfish. Scyther. Kom op. Clara, geluk. Oeh, het is Lucario weer. Weer een mooie kaart voor de rulmap. Want deze heb ik al. Als ik het goed heb onthouden, hebben we 5 pools uit de Cyrus Box gehaald. Dus ik ben heel benieuwd of we dat gaan overtreffen. En natuurlijk voor jou hebben we een hele mooie Sleeve. Ja, en wat ik dus vergeten ben, is dus gewoon het pakketje met de codekaart en de Clara kaarten. Hoe kan ik dat nou weer vergeten? Oeh, daar is hij hoor. De Clara Full Art kaart. Hele vette kaart en dat haar lijkt gewoon letterlijk op een suikerspin. 1000 likes en ik ga ook roze haar doen. Clara, Clara. En nog een keer Clara. Welke van deze Clara's is jullie favoriet? Oeh, dit is trouwens een Chilling Rain kaart. Ik ga straks al even checken of ik deze al heb. Oeh, Future Strike als tweede pakje. Er is al één ding aan Future Strike wat ik echt geweldig vind. Jullie kunnen het denk ik al raden. Het is Mankey. Nee, dat is gewoon de kleur paars. Alles is in paars in deze set. Daar hou ik echt heel erg van. En waar ik ook van hou, ik heb denk ik een zwart codekaartje gezien. Psychic. Dan moet het ook gewoon Psychic zijn. Ja! Let's go! We hebben hem goed, jongens. Dat kan maar één ding... Oh my god. Het kan inderdaad maar één ding betekenen. Ik zie echt gewoon een randje weer. Mankey, Zigzagoon, Chansey, kans worden hoger... Coolfish, Vulpix, alweer? Huh? Wow. En...
Dit is gewoon echt de box van de V-kaarten. We hebben gewoon de Tsarina V. Hey, nu hebben we dus Regieleggy en daarna Regidrago. Goede kaart. Ik ben echt mega tevreden met deze opening, omdat we gewoon ook een paar nieuwe pools hebben. Vaak voel ik wel pools, maar dan zijn het allemaal dubbele kaartjes. Vuur. Weer een randje. Nooit. Willard. Devotion. Wilmer. Oh, hebben ze allebei. Growlithe. Drowsy. Sunflora. We gaan echt als een speer door dit pakje heen. En deze pool wordt heel vet, jongens. Oh, ik ga het spannend houden. Dit is de kaart, hè. Dit is hem. We gaan nog gewoon een stukje voor stukje revealen. Rainbow. Oh, nooit. Dit is een secret. En... Alweer. Yo, jongens. Jongens. Waarom schud ik zo met die kaartjes? Wow, we hebben gewoon een Tsarina Rainbow kaart. Hoe kan dit nou? Hoe kunnen wij nou gewoon een secret dubbelpacken? Ik vind het heel gaaf dat we dus gewoon twee trainerboxen hebben en uit beide boxen een trainer hebben gepakt. Hoe vet is dat? Nou, dan gaan we nu over naar Lugia, waarna we gewoon opvolgen met Charizard. 1, 2, 3, 4. Lief. Hé, maar we hebben wel een Honchkrow. Heftige vogel. Hypno, helemaal gehypnotiseerd. V-Guard Energy, die beschermt de V-kaarten. Lezen jullie wel eens de tekst op de kaarten? Ik doe dat eigenlijk niet zo heel vaak. Ik ben niet zo'n mega grote fan van lezen. Palo Sand en... Oeh, Terrakion. Dat is gewoon onze enige echte... Holo Berggeit. En gaat het weer gebeuren, jongens? Gaan we uit elke set van deze box... een pool halen. Dit Brain Stars pakje is daar bepalend in, jongens. De enige echte codekaart. 1, 2, 3, 4. Geef mij die Clara Box codekaart hier. Hé, hey, daar is hij. Claim hem snel. Nu weet ik gewoon dat het Lightning is. Chin, 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 chino. Ik ben net zo'n record player die vasthangt. Chimchar, Minchino, Baltoy. Sowieso, laat alvast dat blauwe duimpje achter. Want dit moeten wij volhouden. Dan hebben we daar Snorunt en onder de bibberende Snorunt zit. En helaas, het is een fabeltje. Niet in elk pakje zit een pool. Weg met jou, die hebben we niet nodig. Al deze kaarten. Te mogen weg. En dan nu de Sidueye. Oh, die gaat boterig open. Sowieso is dit het ene laatste pakje alweer. Dus ik ben echt mega benieuwd of wij op zijn minst nog één vette kaart gaan pakken. 1, 2, 3, 4. Geef mij eens. Psychic. Ah, nee. Nou, weer dark. Oh, mijn god. Oeh, de super effective glasses. Ik zie niet veel goed. Een ongeïdentificeerd fossiel. Psyduck met hoofdpijn. We hebben al Pokémon Cornflakes. Waarom brengen ze ook niet gewoon Pokémon Melk in het echt uit? En bij de aarde. Hushuwen Snissel. Ik zou het in ieder geval wel kopen, jongens. Hippopotas. Dat is een van de eerste kaarten uit mijn eerste unboxings. En daaronder zit gewoon de Regice. Wauw, kijk gewoon hoe stacked deze opening al is met vette pools. Als we nog één pool erbij kunnen hebben, staat het gewoon gelijk spel, jongens. Dus die spannende muziek mag nu gewoon aan. We gaan ervoor. Code kaart. Electric. Het moet electric zijn. Oh nee. En ineens verander ik in een huilende baby. Dan hebben we daar Slurpuff. Leafy Camo Poncho. Ninetales. En als je goed telt, heeft hij 9 staarten. Vulpix. Ik heb zo vaak die Vulpix gezien. Weg met jou. Rufflet. Hebben we een trainer gallery? Kom op. Frostless. Oh god, jongens. Er komt al meneer op de allerlaatste kaart. Dan zit hieronder een vogel. Oh, en het is de Zygarde. Helaas. Als je het mij vraagt, is het echt een fantastisch gave opening. En mijn favoriete kaart is eigenlijk wel de Shauna. Sowieso is de secret kaart van de Clara Box ook heel erg gaaf. Maar is dat wel gewoon die 3 vette pools waard? Voor een leuke video, like, abonneer, reageer en klik snel op de Juniper video voordat dit glas melk op is. Zie je ook echt die melk zo? Ik weet niet of het leuk is. Eigenlijk ook nog van die lange haren moeten hebben.